CD 2 Hoofdstuk 5 Een redder in de nood, de chameleon krijgt een motor en Kor bederft zijn schoenen. Het was de hele dag al drukkend warm geweest. Aan de overkant van het meer verhieven zich grote donderkoppen in de lucht. Maar Klinkhamer zei dat een onweersbui bijna nooit over het meer trok en dus verwachten de jongens geen onheil van die dreigende wolken. Door de warmte droogde de verf wel snel en Sietse verheugde zich er al op dat de boot de volgende dag weer in het water zou kunnen. Hé, hey, kijk daar eens! wees Hielke plotseling in de lucht. Nu zag Sietse het ook. Boven het meer naderde een langwerpige wolk die veel op een reusachtige sigaar leek. Verbaasd sprongen de jongens op en zagen duidelijk hoe de wolk op een vreemde manier in beweging was. Hij draaide en maalde door elkaar alsof een reuze hand hem telkens om en om rolde. En ook was het plotseling opvallend stil geworden. Er was geen vogeltje meer te horen. En een onbestemd gevoel van dreigend onheil maakte zich van de jongensmeester: Vader! Vader! riep Hielke, kom eens gauw kijken. Klinkhamer kwam haastig naar buiten, maar toen hij zag wat daar aankwam, commandeerde hij vlug. Als de drommel naar binnen en alle deuren en ramen dicht. We krijgen een windhoos. Vlug! Hij had die woorden nog niet gezegd of een bliksemstraal doorkliefde de lucht, direct gevolgd door een donderende slag. Ze renden het huis in. Klinkhamer sloot vlug de deuren van de smederij en de jongens hielpen moeder de ramen dicht te doen. Hoewel het midden in de zomer was, sloegen er onverwachts dikke hagelstenen kletterend tegen de ruiten. De bliksemflitsen en de donderslagen volgden elkaar zo snel op dat horen en zien je verging. Sietse, die het raam op hun kamer net had gesloten, zag op de weg langs het meer een auto dichterbij komen. Op hun eigen erf waaide de perenboom omver, alsof het een strohalm was. Vanaf het dak kwamen pannen rammelend naar beneden. Tot zijn schrik zag Sietse dat de auto als een veertje door de storm werd opgenomen en in de sloot langs de weg werd gegooid. Vader, vader, riep hij: Een auto in de sloot! Hé, wat? schreeuwde de klinkhamer zenuwachtig, terwijl hij met drie treden tegelijk de trap opvloog. Is de bliksem ingeslagen? Er ligt een auto in de sloot, wees Sietse door het raam. Maar het was onmogelijk om iets te zien, want de regen viel in zulke dichte stromen naar beneden, dat het er donker van werd. Het begon overal te lekken. De windhoos gierde razend rond het huis, alsof hij van plan was het hele dorp van de aardbodem weg te vagen. Kom mee naar beneden, schreeuwde Klinkhamer boven het lawaai uit. Het is hier te gevaarlijk. In de kamer zat moeder met een angstig gezicht naar buiten te kijken. Er ligt een auto in het water, moeder, riep Sietse. Nee, toch? Wat gaan jullie doen? Helpen natuurlijk, antwoordde Sietse. Klinkhamer schudde zijn hoofd. Straks. Eerst moet het daar buiten wat bedaren. Zo kunnen we niet beginnen. Gespannen staarden ze naar de ruiten die ieder ogenblik kapot drechten te slaan. Zulk noodweer hadden ze nog nooit meegemaakt. Herhaaldelijk knepen ze hun ogen dicht voor het felle bliksemlicht. En Hielke hield zijn vingers in zijn oren. om het onheilspellend geknetter van de donderslagen maar niet te horen. En zo zaten ze in angstige spanning te wachten. Even plotseling als de storm begonnen was, ging hij weer liggen. Hoewel de regen nog in stromen neergutste, stond Klinkhamer op en zei: Kom, we gaan! Hielke en Sietse trokken gauw hun regenjas aan. Uit de smederij haalde Klinkhamer een hamer en breekijzer. En hiermee gewapend renden ze naar de verongelukte auto. Ze hadden er geen idee van dat ze op weg waren naar de dokter. De dokter had in de stad een patiënt bezocht die daar in het ziekenhuis lag. En op de terugweg ontdekte ook hij die naderende windhoos en door zo snel mogelijk te rijden hoopte hij voor de bui thuis te zijn. Maar halverwege begon het al te omwieren. En toen kwamen de hagelstenen waardoor hij zijn snelheid aanzienlijk moest minderen. Direct daarop kwam de auto in de greep van de hevige storm en rukwinden drukte hem in de sloot. De motorkap verdween onder water, terwijl de achterwielen nog op het droge stonden. En door de schok die hij kreeg, was de dokter een moment versuft, maar omdat hij tot zijn knieën in het water zat, kwam hij al gauw weer bij en wilde zo vlug mogelijk de auto verlaten. Maar toen merkte hij dat hij bekneld zat onder het stuur en wat hij ook probeerde, hij kon zichzelf niet bevrijden. En de storm loeide intussen zo onbarmhartig rond de auto dat hij vervaarlijk begon te schudden. De dokter stond doodsangst uit. Als de wagen nu om zou slaan, was hij reddeloos verloren. En het water steeg al tot boven zijn knieën. Door het heen en weer schudden gleed de auto steeds dieper in de sloot, en het water kroop geleidelijk omhoog. Het kwam nu al tot zijn middel. Opnieuw deed de dokter wanhopige pogingen om zich los te wringen, maar het stuur klemde hem vast, alsof hij in een tang gevangen zat. Het water steeg steeds hoger. Het angstzweet stond op zijn voorhoofd. Hij begon om hulp te roepen, maar natuurlijk hoorde niemand hem. De auto zakte dieper en dieper. Het duurde niet lang of de dokter zat al tot zijn schouders onder water. Hij besefte dat zijn laatste uur geslagen had. Met de moed der wanhoop vocht hij verbeter verder om zich te bevrijden. Het water stond de dokter inmiddels al tot zijn kin. Toen hij stemmen meende te horen: Help, help, ik, ik, ik verdrink, schreeuwde hij vertwijfeld. Er zit nog iemand in, vader, riep Sietse, die vooruit was gerend. Het is de dokter, schrok Klinkhamer toen hij het kenteken van de auto herkende. Help, ik verdrink! Schreeuwde de dokter hees van angst. In een oogwenk zat Klinkhamer op het dak van de auto en sloeg met forse slagen van de hamer het dakraam open. Hij zag de dokter achter het stuur zitten met alleen zijn hoofd nog boven water. Vooruit, vlug, Klinkhamer! Red me! hijgde de dokter. Ik zit bekneld! Meteen liet Klinkhamer zich door het dak zakken. Hij greep met zijn sterke handen het stuurwiel vast en begon eraan te rukken, tot de stang iets opzij boog en de dokter vrij was. Als een kind liet hij zich door de gespierde smid omhoog tillen en kroop bevend van de doorstane angst over het dak van de auto waar de tweeling hem de hand reikte en op de wal hielp. Gelukkig dat u net op tijd kwam, K Klinkhamer. U heeft mijn leven gered, stamelde de dokter ontroerd. Ik niet, dokter, antwoordde Klinkhamer opgelucht, nu alles zo goed was afgelopen. Dat heeft u aan Sietse te danken. Hij zag hoe uw auto in het water reed. Dank je, Sietse. Lachend drukte Sietse de hand die naar hem uitgestoken werd, en om zijn verlegenheid te verbergen, zei hij: Het was puur toeval dat ik uit het raam keek, dokter. Nou, toeval of niet? Zonder jouw oplettendheid was ik er nu niet meer geweest. Dit zal ik werkelijk nooit vergeten. Laten we nu maar gauw naar huis gaan, dokter, drong Klinkhamer aan. In die stortregen worden we er hier niet droger op. Bij de smederij drukte de dokter Klinkhamer nog eens zwijgend de hand, waarna hij vlug zijn eigen huis inging. Deze keer was mevrouw Klinkhamer niet kwaad toen haar man en zoons druipnat thuis kwamen. Een kwartier later hield de regen op en scheen de zon weer alsof er niets gebeurd was. Maar de sporen van die vreselijke storm waren overal zichtbaar. Bijna iedere woning had schade opgelopen. Hier waren de ruiten stuk en daar misten pannen van het dak en ergens in een weiland hing boven in een elektriciteitspaal een weggewaaide kampeertent. Op het meer waren verschillende zeilbootjes omgeslagen en een paar snelle motorboten voeren rond op zoek naar drenkelingen, maar gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Veel bomen waren omgewaaid en van de toeren was het haantje naar beneden gekomen. Een bouwvallige schuur op een boerenerf had de storm niet kunnen doorstaan en was in elkaar gestort. Het kippenhok van de slager was ook een eind door de lucht geslingerd en lag even buiten het dorp in een sloot. Van de kippen? Was geen spoor meer te bekennen. De slager moest het voorlopig maar zonder eieren stellen. Bij Klinkhamer waren ook veel dakpannen van het dak gewaaid. Gelukkig had hij nog een partijtje achter de smederij staan en, geholpen door zijn jongens, begon hij die er weer voor in de plaats te leggen, want het had al genoeg gelekt in huis. Hilkes bed was helemaal nat en ook het behang in de voorkamer was op een heleboel plaatsen doorweekt. De pasgeverfde boot was er door de regen nog bonter op geworden. De vele kleuren die in het verfmengsel gezeten hadden, kon je nu duidelijk herkennen. Hielke en Sietse vonden dat juist prachtig. De regen had hun boot mooier in plaats van lelijker gemaakt. Klinkhamer besloot de perenboom weer overeind te zetten. De wortels waren nog onbeschadigd en hij hoopte dat ze opnieuw in de bodem zouden vastgroeien. Gezamenlijk spitten ze de ontstane kuil wat ruimer en met een takel en een hijsblok trokken ze de boom omhoog. Daarna werden er staaldraden aan bevestigd om te voorkomen dat die nog eens zou omvallen. En moeder had voor haar stoere mannen een kop warme chocola gemaakt. En terwijl ze nog napraten over de stormachtige middag, werd er op de deur geklopt en kwam de dokter binnen. De smid nodigde de dokter uit om te gaan zitten. Ik kom nog even over de auto praten, zei de dokter. Kunt u hem morgen uit de sloot halen, Klinkhamer, en hem hierheen brengen? Ik laat hem alleen niet meer repareren, daarvoor is hij te oud. Klinkhamer knikte begrijpend en moeder vroeg belangstellend of de dokter alweer van de schrik bekomen was. Om u de waarheid te zeggen, nee. De schrik zit nog in mijn benen. U moet er maar niet meer aan denken, dokter, vond de smid. Ja, dat is niet zo gemakkelijk, Klinkhamer. U weet niet half hoeveel angst ik heb uitgestaan. En dankzij uw zoons is alles nog goed afgelopen. De dokter wende zich tot de tweeling. Hoor eens, jongens. Waarmee kan ik jullie nu een groot plezier doen? Met een nieuwe fiets? Maar dokter, voor zo'n kleinigheid, riep mevrouw Klinkhamer uit. Nee hoor, dat gaat te ver. Dat noemt u een kleinigheid? Als ik van de dood word gered, zei de dokter verontwaardigd. Nee, mevrouw, dat ziet u toch echt verkeerd. Ik voel me verplicht uw zoon zijn beloning te geven. Slapen jullie er nog maar eens een nachtje over? Haast heeft het niet. Klinkhamer liet de dokter uit en ging zelf nog even naar boer Jellema om te vragen of Gerben de volgende morgen met de beide paarden de auto uit de sloot kon trekken. Jellema vond het best, en toen de volgende dag de familie Klinkhamer aan het ontbijt zat, stak Gerben zijn hoofd om het hoekje van de deur. Hier ben ik met twee paarden en weinig tijd. Ga je mee, Klinkhamer? Hé, hey, jullie zijn altijd zo vroeg, mopperde Klinkhamer. Ik zal maar meegaan, anders laat je me nog in de steek. Hielke en Sietse mochten de paarden mennen. Klinkhamer droeg een ketting en vertelde intussen aan Gerben hoe het ongeluk gebeurd was. Bij de auto aangekomen nam Gerben de leidsels over en liet de paarden draaien tot ze dwars op de weg stonden. Klinkhamer maakte de ketting aan de auto vast. Nou, daar gaat hij dan, zei Gerben. Hij klakte met zijn tong, waarop de paarden zich schrap zetten. En op zijn bekende luidruchtige manier spoorde Gerben ze aan. Deze klus ging gelukkig veel beter dan met de boot, en het duurde dan ook niet lang of ze hadden het wrak op de dijk getrokken. Hoe! commandeerde Gerben zijn paarden. Hij wilde de auto eerst even bekijken. Het voorste gedeelte dat onder water had gezeten zag er erg gehavend uit. De spatborden en de motorkap waren helemaal ingedeukt, terwijl de vieze modder die overal afdroop alles nog erger deed lijken. De bestuurderskant was er nog het beste afgekomen. Het portier aan de andere zijde was zo verwrongen dat het onmogelijk geopend kon worden. Het stuur was helemaal verbogen, zodat er voor de bestuurder maar weinig plaats overbleef. Het is een wonder dat de dokter daar nog uitgekomen is. Gerben schudde zijn hoofd. Dat is zo, Gerben, zei Klinkhamer. Maar zullen we nu verder gaan? Je had toch weinig tijd? Dat had Gerben ook. Vlug maakte hij de paarden los. En daarna duwden ze met z'n allen de auto net zo lang heen en weer. tot die recht op de weg stond. Nu werden de paarden er weer voorgespannen. en langzaam gingen ze naar de smederij. Omdat de stuurinrichting kapot was. liepen Gerben en Klinkhamer ieder naast een voorwiel. om de auto in het juiste spoor te houden. En Hielke hield de leidsels vast. en Sietse was in de auto gekropen. waar hij de handrem vasthield. om zo nodig te kunnen remmen. Zonder ongelukken kwamen ze bij de smederij. Hij moet meteen maar achter op het veldje, besliste de Klinkhamer. De voorwielen werden een kwartslag gedraaid... en de auto rolde rakelings langs de muur van de werkplaats naar de achtertuin. Zo eindigde zijn laatste rit onder de perenboom... waar Sietse de handrem aantrok en de auto naast de boot stopte. Gerben haakte de paarden los en Klinkhamer ging twee sigaren voor hem halen. Wat is jullie boot mooi geworden spotte Gerben terwijl hij om het vaartuig heen liep. Het lijkt wel een geflekt varken. En moet die automotor er nu ingebouwd worden? Hielke en Sietse keken elkaar verrast aan. Hé, hey, daar bracht Gerben hen op een goed idee. Stel je voor dat de dokter hun de motor cadeau gaf. De dokter geeft die motor toch niet, Gerben, twijfelde Hielke. Waarom niet? Die auto is waardeloos geworden en voor die motor krijg je ook niets meer. Nou, we kunnen het in ieder geval vragen, meende Sietse. Ja, natuurlijk, jongen, stookte Gerben hem op. En toen hij de dokter met Klinkhamer aan zag komen, zei hij opnieuw. Vraag hoor, ik wed dat jullie hem zo krijgen. Goedemorgen, jongens, groette de dokter vriendelijk. Is de drenkeling er al? Nou, zo te zien heeft hij voor goed afgedaan, Klinkhamer. Mogen wij dan de motor hebben, dokter? vroeg Sietse snel. Wat zeg je? vroeg de dokter verbaasd. Haha, lachte Gerben, ze willen de motor hebben voor die lompe ijzeren kist. En hij wees naar de boot. Sietse keek Gerben verontwaardigd aan. Hij snapte dat die boerenknecht hen erin had laten lopen. Maar Hilke hield de dokter in de gaten en zag duidelijk dat hij in twee-stijd stond of hij aan Sietse's verzoek zou voldoen. De motor die bij de boot hoorde is stuk, legde Hilke vlug uit. En. Euh, benzine hebben we al, voegde hij eraan toe, alsof daarmee het grootste bezwaar was weggenomen. Klinkhamer, die het gesprek met stijgende verbazing aanhoorde, werd plotseling kwaad en beval de jongens om onmiddellijk op te houden met hun gezeur. Ilke en Sietse zwegen direct, maar ze keken de dokter zo hoopvol aan dat die lachend opmerkte: Hun monden zwijgen, maar hun ogen spreken duidelijke taal. Wat zal ik doen, klinkhamer? Dat gaat niet, besliste de klinkhamer. De motor is nog veel te goed om hem zomaar aan een paar jongens te geven. Nee, dokter, dat is te gek. De dokter keek de tweeling glimlachend aan en knipoogde tegen Gerben, die van de een naar de ander stond te staren. Ik wist niet dat uw zoon zal een boot hadden, zei de dokter tegen Klinkamer. Het is wel een stevige, zie ik. Beter dan een badkuip, hè, jongens? Het lijkt meer op een mestpraam, lachte Gerben, die niets van de badkuipgeschiedenis afwist. Kom Gerben, nu kleineer je die boot toch wel wat te erg, vond de dokter die eromheen liep. Het is een vreemd model, maar hij is degelijk gebouwd. Hielke en Sietse keken beurtelings van de dokter naar vader. Dan zouden ze die motor nog krijgen? Als hun vader het meteen goed gevonden had, dan zou die nu al van hen zijn geweest. Plotseling draaide de dokter zich om. Het is echt een schuit voor een automotor klinkhamer, dat zult u toch met me eens zijn. Ja, dat wel, maar en ik heb al lang begrepen dat er niets is waar ik de jongens meer plezier mee kan doen, dus. Ja, dat kan best zijn, maar. Ik weet wat u wilt zeggen. U bedoelt dat het gevaarlijk kan zijn, maar als de motor goed onder een beschermende kap geplaatst wordt, zodat ze er niet bij kunnen komen, dan zijn er toch verder geen bezwaren, lijkt mij. Dat is zo, moest Klinkhamer beamen, maar. De dokter gebaarde lachend: Ik trek me van al dat gemaar niets aan, Klinkhamer. Jongens! De motor is voor jullie. Hoera, hoera, schreeuwde Hielke en Sietse uitgelaten. Ze maakten een ronde dans om Gerben heen en gooiden hun petten in de lucht. Ze bedankten de dokter uitvoerig. Ze zijn niet goed wees, merkte Gerben nuchter op. Nou pas jij maar beter op je paarden, lachte Hielke. Kijk, ze eten buurvrouw's bloemen op. Tommels, dat gaat niet, schrok Klinkhamer. Daar krijgen we last mee. Hielke en Sietse namen ieder een paard bij de teugel en trokken ze bij de heg vandaan. Gerben stak een sigaar aan, gooide de leidsels los over zijn schouders en keerde hoofdschuddend naar de boerderij terug. Dat de dokter die qua jongens een motorcadeau gaf voor zo'n idiote boot, dat ging boven zijn pet. De dokter sprak verder met Klinkhamer af dat de jongens net zoveel van de auto mochten slopen als ze konden gebruiken en dat de rest naar de sloper moest. Hilke en Sietse begonnen onder leiding van hun vader met het slopen van de auto. Sietse klopte met een zware hamer op de motorkap om hem open te krijgen. Maar doordat de kap tamelijk verwrongen was, ging het niet vlug genoeg naar zijn zin en hij gaf er tenslotte zo'n zware slagen op dat het kraakte. Toen hij weer een extra zware klap wilde geven, sloeg hij ineens door de vooruit heen. Nou, jij kunt het, zei Klinkhamer spottend. Als je zo doorgaat, dan blijft er niets van de auto over. Toen de kap eindelijk kon worden geopend, maakten ze de moeren van de radiator los. Nauwelijks waren ze allemaal los, of de ongeduldige Sietse gaf er een flinke ruk aan, waarop de radiator plotseling voorover in het gras viel. Auw! schreeuwde Hielke. Een scherpe kant had zijn been geschramd. Het bloedde flink. Ja, dat komt ervan als je zo onbesuisd bent, verweet Klinkhamer Sietse. Je bent altijd veel te haastig. Hielke moest naar de dokter om zich te laten verbinden. Met een paar emmers water spoelde Klinkhamer de motor schoon. En toen liet hij Sietse zien welke bouten er onder de wagen losgemaakt moesten worden. Ze zullen wel vastzitten, merkte hij op. Maar dat is net iets voor jou, dan kalmeer je misschien een beetje. Terwijl Klinkhamer naar de smederij ging, kroop Sietse gewapend met een paar sleutels tussen de voorwielen en begon de door vader aangewezen moeren los te maken. Dat viel niet mee, want ze waren door de roest erg vast gaan zitten. Sietse sloeg er eerst een hele tijd met een hamer tegenaan, en dat hielp. Toen Hielke met een verbonden been terugkwam, had zijn broer al drie moeren losgedraaid. Gaat het? vroeg Hielke. Eh, het valt niet mee, bromde Sietse. Ze zit een muur vast. Maar hier heb ik er toevallig eentje die heel licht draait. Je moet ook geluk. Er klonk een lelijk woord en Sietse kwam haastig tevoorschijn. Zijn hele gezicht droop van de olie. Ik had de verkeerde te pakken mopperde hij. Het was de olieaftapkraan. <laughs> je haar zit helemaal vol. Pas op, ga niet staan. Anders lopen het tussen je kleren. Hielke proeste van het lachen. Ga maar liggen. Dan maak ik je wel schoon met wat poetskatoen. En zo lag het handvaardige stel naast de gehavende auto. Hielke met een omzwachteld been en ziet ze met een prop poetskatoen op zijn hoofd. Waarmee zijn broer hem schoonmaakte. Moeder schrok natuurlijk vreselijk toen ze dit tafereel zag. Wat is er gebeurd? Oh. Niks bijzonders, moeder, hikte Hielke. Sietse heeft alleen maar een spatje olie op zijn hoofd gekregen. En waarom is jouw been dan verbonden? vroeg moeder, niet erg gerustgesteld. Oh, ik heb me een beetje geschrand, moeder, en dat is alles. Mevrouw Klinkhamer was er helemaal niet over te spreken. Ze stuurde Sietse naar binnen om zijn haar goed te wassen, want hij zag er niet uit. Hij moest zich wel vier keer wassen voordat hij enigszins toonbaar werd. En daarna rende hij weer vlug naar de auto terug. Hielke wachtte hem op. En vroeg of er nog meer moeren losgemaakt moesten worden. De grootste die hij had gezien, had hij al losgedraaid. Echt waar? vroeg Sietse. En om zich te overtuigen, kroop hij nog eens onder de auto. Dat heb je vlug gedaan, Hielke, prees hij. Je kunt het of je kunt het niet, schepte zijn broer op. De motor hing nu los in de auto en Klinkhammer moest erbij komen om hen verder te helpen. Met een lange staaf werkte de smid de motor naar voren. Totdat hij ver genoeg was om hem goed schoon te kunnen maken. Zo, zei Klinkhamer, nu gaan we eerst eten en daarna gaan jullie maar poetsen. Smiddags, toen Klinkhamer met de dokter naar de stad was om een nieuwe auto te kopen, poetste Hilke en Sietse de motor schoon met dotter katoen, gedrenkt in petroleum. Hun werk werd beloond, want de motor en tenslotte alsof hij nog helemaal nieuw was. De middag vloog om en het was half zes toen ze vonden dat ze klaar waren. Hielke en Sietse hoopten dat de dokter gauw met zijn nieuwe auto langs zou komen en daarom gingen de jongens voor de smederij op de uitkijk zitten. En telkens als er in de verte een auto aan kwam rijden, zeiden ze tegen elkaar, daar komt hij. Maar steeds bleek het mis te zijn. Toen naderde er een die heel kalm reed. Dat is hem ook niet, zei Sietse. De dokter rijdt sneller. Het zijn zeker toeristen die het meer bekijken, merkte Hielke op. Toen de auto dichterbij was gekomen, konden ze de inzittenden eerst niet zien. Zo glommende ruiten, maar toen de wagen hen passeerde, zagen ze iemand zitten die vrolijk naar hen zwaaide. Het is de dokter, juichte Sietse en meteen renden ze achter de auto aan. Vlak voor de garage stopte de wagen. De portieren gingen open en de dokter en Klinkhamer stapten uit. Waarom reed u zo langzaam dokter? vroeg Sietse meteen. Omdat de motor eerst nog ingereden moet worden. Wat is dat? vroeg Hielke, en hij wees op een dunne stang die recht omhoog stond. Dat is de antenne, zei Klinkhamer. Zit er dan ook een radio in? vroegen de jongens tegelijk. Natuurlijk, knikte de dokter. Dat zit in iedere moderne auto. Luister maar. Hij draaide een knop om en er klonk vrolijke muziek uit de luidspreker naast het stuur. Zo'n auto koop ik later ook, riep Sietse opgetogen. Omdat Klinkhamer wist dat de dokter het nog druk had, namen ze afscheid. Terwijl ze naar binnen liepen, vertelde Sietse hoe mooi schoon de motor was geworden. Kunt u hem straks even in de boot plaatsen, vader? Ben je een mal, jongen? Dat gaat zomaar niet. Maar voor vandaag is het genoeg geweest, hoor. Morgen zullen we wel eens kijken of hij en hoe die in de boot past. Misschien moet ik het eerst wel. Uh, ik weet niet wat maken om de motor te kunnen plaatsen. Dat viel Sietse lelijk tegen. Hij had gedacht dat de motor er zo ingezet kon worden. De avond brachten de jongens door met passen en mede. Volgens Sietse was het frame waar de oude motor in had gezeten goed genoeg om de motor van de auto op te monteren, maar Hielke betwijfelde dat, want volgens hem scheelde het net iets. Maar Sietse bleef volhouden dat het wel kon. De volgende morgen kreeg hij inderdaad gelijk. Al om zeven uur hielp Klinkhamers zijn zoons met het plaatsen van een hijsblok. Ze trokken met de takel de motor uit de auto omhoog en duwden hem opzij, tot hij boven de boot hing. Terwijl Hielke de takel langzaam vierde, stuurde Klinkhamer de motor precies boven het gelaste frame op de bodem van de boot. En na wat buigen bleken de ophangpunten van de automotor goed op het frame te passen. Dat sluit als een bus, zei Klinkhamer vergenoegd. Het betekende voor hem gelukkig minder werk, want veel tijd had hij niet. Toch moest er nog het een en ander gedaan worden voordat de motor kon draaien. Zo moest de waterpomp zorgvuldig aangebracht worden, want een motor kan niet zonder koelwater. De benzinetank daarentegen was gauw genoeg geplaatst, en tenslotte bleef nog het aansluiten van de accu voor de elektrische stroom over. Toen ook dat klaar was, konden ze eindelijk proefdraaien. Vol verwachting goot Sietse de benzinetank vol en drukte op aanwijzing van Klinkhamer op de starter. De motor sloeg aan en draaide na wat gesputter rustig stationair. Jullie hebben een reuzenmotor! schreeuwde Klinkhamer boven het lawaai uit. Daar kunnen jullie nog veel plezier van hebben! Sietse gaf voorzichtig gas en de schroef begon te draaien. Hij ging steeds sneller en sneller, totdat hij zo hard rondvloog dat het een propeller van een vliegtuig leek. Hé! Hey, riep Hielke, wat zal dat hard gaan in het water? Wel, nee, jongen. Onder water loopt de schroef lang zo snel niet, want dan ondervindt hij veel meer weerstand, legde Klinkhamer hen uit. Naam afwisselend hard en zacht te hebben laten lopen, stopte Sietse de motor. Nou, jullie krijgen een prima boot. Ik heb zelfs een voorgevoel dat die uh, toch flink snel zou kunnen varen. Sietse's ogen schitterden. Wie weet, is het wel een, uh, een raceboot? Een raceboot? vroeg Klinkhamer verbluft. Hij barstte in lachen uit. Nee, maar die is goed. Die lompe ijzeren kist, een raceboot. <laughs> dat is te gek voor woorden. Mevrouw Klinkhamer kwam ook kijken en vroeg welke naam de boot moest hebben. De hissie, zei Hilke. Hilke en Sietze bij elkaar. De sihi kan ook. Waarom moet jouw naam altijd het eerst genoemd worden? vroeg Sietze op ruzieachtige toon. Omdat ik het heb bedacht, was het antwoord. Zet er maar uh, diebe op, stelde Klinkhamer voor. Diebe? Wat betekent dat, vader? Dat zijn de voorletters van 'dit is een boot', grijnsde Klinkhamer. De jongens lachten een beetje zuur. Weet u geen mooie naam? vroeg Hilke aan moeder. Ik dacht: uh, De Twee Gebroeders, is dat niet leuk? De Twee Belhamels bedoel je zeker, spotte Klinkhamer. Maar hoe ze zich ook inspanden, een leuke naam wisten ze niet te bedenken. Tot de dokter kwam. Hij had de motor horen lopen en kwam nu nieuwsgierig kijken. Doet de motor het goed? vroeg hij. Nou en of, juichten de jongens. Sietse drukte nog een keer op de starter en de motor begon weer vrolijk te tuffen. De dokter knikte goedkeurend en vond dat alles er prima uitzag. Hij liep een paar meter achteruit en bekeek de boot nog eens aandachtig. Dat is vreemd, begon hij. De kleur verandert steeds. Ja, ik meen het al eerder opgemerkt te hebben, maar nu zie ik dat het inderdaad zo is. Jullie boot heeft de eigenschappen van een chameleon, jongens. Chameleon? Hé, hey, is dat niet een prachtige naam? riepen Hielke en Sietse enthousiast. Wat is een chameleon, dokter? Dat is een soort hagedis die steeds de kleur aanneemt van de bodem waarop hij leeft. In het zand is hij bijvoorbeeld geel-bruin en in het gras groen. Hoe schrijf je dat precies, dokter? vroeg Sietse. De dokter nam een papiertje en schreef de naam erop. Toen ze de volgende morgen bij hun boot stonden te overleggen hoe ze de naam chameleon er netjes op konden schilderen, kwam Korn naar hen toe. Hij had een paar dagen bij zijn ouders in de stad doorgebracht en keek nu verrast in de boot. ''Nee, maar, hebben jullie een motor?'' vroeg hij verbaasd. ''Ja, had je niet gedacht, hè?'' smaalde Sietse. ''Nee, dat had ik zeker niet,'' bekende Cor eerlijk. ''Zeg, Cor,'' vroeg Hielke, ''weet jij een manier om er een naam op te schilderen?'' ''Jawel, dan moet je de naam eerst uit een lang stuk papier knippen en dat hou je tegen de boot.'' En daarover smeer je verf en als je het papier dan wegtrekt, staat de naam op de boot. Kun jij goed uh, letters tekenen, wilde Sietse weten. Op school heb ik de hoogste cijfers voor tekenen, schepte Cor op. Kom mee, besliste Hielke. We gaan naar binnen. Dan moet jij je kunsten maar eens vertonen. Van moeder kregen ze een vel papier en hierop trok Kor eerst twee evenwijdige lijnen. Toen zag de tweeling met verbazing dat hij met vaardige hand de letters ertussen tekende. Sietse zocht moeders schaar en begon de letters vlug uit te knippen. In zijn haast knipte hij echter niet alleen in het papier, maar ook in het tafelkleed. Gelukkig zag Cor anders was het woord chameleon ook in moeders tafelkleed komen te staan. Nu zat er alleen maar een heel klein scheurtje in. En wie het niet wist, zou het zeker niet ontdekken. Sietse werd wel even bleek om zijn neus van de schrik, maar daarna knipte hij voorzichtig verder. Toen de letters netjes uitgeknipt waren, hielden Cor en Hielke het strak gespannen tegen de boot. Ziet ze, smeerden er rode verf overheen, en toen ze het papier wegnamen, stond het woord chameleon keurig op het zijbord. En deze handeling verrichtten ze aan de andere kant, zodat de boot aan weerszijde van zijn stompe neus zijn naam droeg. Nu was de boot klaar, op de beschermingskap na die Klinkhamer nog over de motor moest bouwen. Ziet ze vroeg of ze alvast mochten gaan varen, maar daar wilde klinkhamer niets van weten. Eerst moest de boot af zijn. Jullie zijn trouwens nog niet klaar, zei hij. Het zwaarste werk moet nog gedaan worden. De jongens keken hem vragend aan. Ja, ik meen het, lachte klinkhamer. Jullie moeten nog een haventje graven, want die boot kan hier natuurlijk niet steeds voor de wal liggen. Dat is te gevaarlijk voor de scheepvaart. Ja, dat begrepen de jongens ook wel en dus begonnen ze even later vol goede moed te graven op de plaats die vader hun had gewezen. Vier meter uit de wal vandaan moesten ze beginnen en dan twee meter breed en ruim drie kwart meter diep uitspitten. Ze begrepen al gauw dat dit inderdaad het zwaarste werk was. Drie dagen hadden ze nodig voordat ze zover waren dat alleen nog een smal dammetje hun kuil van de vaart scheidde. Ja, nu moeten we voorzichtig zijn, uh, waarschuwde Hielke. Kom eruit, Kor. Maar Kor was eigenwijs en groef verder totdat plotseling de dam doorbrak en hij tot over zijn knieën nat werd. Ze gingen naar de smederij om de sokken en schoenen van Cor te drogen en daarbij hield hij de schoenen zo dicht bij het vuur dat het leer hard en rimpelig werd. Dat moet je zo niet doen, jongen, zei Klinkhamer tegen hem. Zo verpest je ze. Met veel moeite trok Cor de schoenen weer aan, maar de tenen waren zo omhoog gekruld dat het leek alsof hij een afgedankt paar uit een vuilnisemmer had gezocht. Het lijken wel de schoenen van Charlie Chaplin, lachte Klinkhamer. Maar Kors stampte... Lachte niet. Toen haar neef thuis kwam, keek ze verbaasd naar zijn voeten. Wat voor een schoenen heb je daar? vroeg ze. Die van mezelf, tante, antwoordde Cor terwijl hij naar zijn schoenen keek. Ben je mal, jongen? Dat zijn toch niet je mooie bruine schoenen? riep tante ongelovig uit. Ze zijn een beetje nat geweest, verontschuldigde Cor zich. Ze lijken wel honderd wel jaar oud. Dat hebben die jongens van hiernaast zeker weer gedaan, hè? Nee, tante, heus niet. Het was mijn eigen schuld, bekende Cor. Echt waar? Cor knikte. Hmm, mopperde mevrouw Bleker, dat zal wel. Oh, die die zijn anders tot alles in staat. Hoofdstuk 6 De proefvaart Hoe de kameleon een goede dienst bewijst aan een arme visserman Klinkhamer had een kap over de motor geplaatst, waarna de boot eindelijk het water weer in kon. Dat ging nogal vlot. Met de hulp van kor duwden Hielke en Sietse de chameleon op rolletjes naar de balkant en daar gleed de boot vanzelf in het water. Vol verwachting namen ze in de boot plaats. Sietse startte de motor. Ze voeren met een matig gangetje de vaart door in de richting van de brug. Nou, we kunnen er royaal onderdoor, schatte Hielke en hij had gelijk. Ik hoef me niet eens te bukken, zei hij. En om dit te bewijzen ging hij rechtop staan, maar stootte meteen zijn hoofd tegen een ijzeren balk. Au, riep hij, het is toch lager dan ik dacht. Ja, dat hoor ik, grinnikte ik De brug was gepasseerd en toen lag het grote, glinsterende meer voor hen. Ruimte genoeg, wees kor over het watervlak. Laat hem nu maar op volle kracht varen, Sietse. En geleidelijk gaf Sietse meer gas. De chameleon ging steeds vlugger. Hij stak zijn steven uit het water omhoog en ging er met een aanzienlijke snelheid vandoor. Het is echt een raceboot, schreeuwden de jongens tegelijk. En inderdaad, de zo geminachte chameleon bleek zich gemakkelijk met een raceboot te kunnen meten. De motor die precies op de goede plaats in de boot zat, trok met zijn snel draaiende schroef het achtereind diep in het water, waardoor de stompe boeg zo ver omhoog kwam dat hij helemaal boven het water uitstak. In deze stand kreeg de chameleon een gunstig glijvak, en omdat de motor hem met gemak voortstuwde, kon hij een geweldige snelheid ontwikkelen. Zodra Sietse vaart minderde, zakte de steven terug in het water en lag de chameleon weer vlak. Afwisselend lieten ze de boot snel of langzaam varen. Ze probeerden hoe vlug ze rond een ton baken konden zwaaien, waarbij Sietse zich even vergiste en onverwacht over het baken heen voeren. Boem, 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 klonk klonken tegen de bodem en even later dook de ton achter de boot weer op. Ja, dit had tot het gevolg dat het roer onklaar raakte. En stuurloos voeren ze zo op een groot schip af dat al vrij dicht was genaderd. Hé, hey, pas op, schreeuwde Hielke, we varen ons nog te pletter. Het roer is stuk, Hijgde Sietse terwijl hij nadacht wat hij moest doen. Hij deed de motor uit en greep kordaat onder de boot tot hij het roer te pakken had. En zo stuurde hij de kameleon rakkelings langs het schip. "Hey, beter uitkijken jongens!" riep de schipper. "Kom voor elkaar!" riep Koort terug terwijl hij het angstzweet van zijn voorhoofd veegde. Als Sietse niet zo flink was geweest, had hij misschien nu al op de bodem van het meer gelegen. Hij nam zich dan ook voor om zo snel mogelijk te leren zwemmen. "Er is een kabeltje kapot," zei Sietse. "Geef me eens een stuk touw." Terwijl ze zacht wiegend op de golven ronddobberde, probeerde Sietse het roer te repareren. Vanaf de stadskant kwam er een roeiboot met een luid puffende aanhangmotor aan. En er zaten een paar opgeschoten jongens en een man in. Die hebben het op ons voorzien. Wees Cor. kijk maar, ze sturen recht op ons af. ze legde juist de laatste knoop in de touw, waardoor het roer weer bruikbaar werd. En ze voeren kalm verder. De roeiboot volgde hen. En omdat de kameleon maar langzaam ging, haalde de vreemdelingen hen ziender ogen in. Hallo jongens, riepen ze. Hebben jullie benzine voor ons? Cor, die de achtervolgers aandachtig bekeek, zei zacht: Ik geloof dat het inbrekers zijn. Ja, nu zie ik het duidelijk. Die man noemen ze de Sluwe. Hij heeft al vaak achter slot en grendel gezeten. Mijn vader is commissaris van politie, weet je? En die heeft mij de Sluwe wel eens aangewezen op straat. Dan krijgen ze geen benzine, besliste Sietse, en hij liet de motor sneller draaien. De afstand tussen de chameleon en zijn achtervolgers bleef nu gelijk. De vreemdelingen probeerden door erbij te roeien de chameleon toch nog in te halen, maar Sietse zorgde er wel voor dat hun motor dan weer even sneller liep. En wat de achtervolgers ook probeerden, de rare bak van die kwajongens was niet in te halen. De vrienden genoten. Kor lachte hun belagers uit. Kom dan, we hebben benzine genoeg. Ineens veranderde de roeiboot van koers. Ze gaven blijkbaar de achtervolging op en stevenden toen recht op een visser af, die midden op het meer zijn aalfuiken lichtte. Sietse stuurde in een grote boog terug. We gaan naar huis, zei hij. Dan kunnen we het roer beter repareren. Cor en Hielke hielden voortdurend de lui uit de stad in het oog. Ja, die lagen nu naast de visser en kochten zeker aal van hem. Plotseling zagen ze de visser heftig met zijn armen zwaaien, waarop de bandieten er meteen vandoor gingen. Hé, hey, zie je dat? riep Cor. Volgens mij hebben ze die visser bestolen. Dat zullen we ze betaald zetten, zei Sietse. En op volle kracht stuurde hij op de visser af. In een oogwenk waren ze bij hem. De man zag hen aankomen, maar keek teleurgesteld toen hij maar drie jongens ontdekte. Kunnen we u helpen? vroeg Hielke. Ik dacht dat u met uw armen zwaaide. Dat deed ik ook. Zie je die schurken daar? Ze vroegen me om aal en toen ze moesten betalen lieten ze een tienguldenbiljet zien. Ik haalde mijn portemonnee tevoorschijn om te wisselen en raads! Toen pakten ze allemaal geld af. Daar gaan ze! Stapt u maar in onze boot, nodigde Sietse uit. We varen veel vlugger dan zij. Even wijfelde de visser. Wat moest hij met drie jongens tegen zo'n stel misdadigers beginnen? Maar toen hij de vastberaden blikken van de vrienden zag, bond hij zijn roeiboot aan een staak en stapte over. Meteen schoot de kameleon vooruit en achtervolgde snel de dieven. De visser stond voorin en riep al van ver. Wacht maar, schafuiten, we zullen jullie wel krijgen. En geschrokken zagen de oplichters de aanstormende chameleon dichterbij komen. Oh, het zijn die kwaai jongens maar, sprak de sluwe onverschillig. Laat ze maar komen, dat kan leuk worden. Een ogenblik later voeren de boten met een paar meter tussenruimte naast elkaar. Geef ongeblikkelijk mijn geld terug, of er gebeurt iets, dreigde de visser, hoewel hij zelf niet wist wat er dan zou gebeuren. Een hoongelach was het antwoord. Mijn vader is commissaris van politie, ik ken je wel, sluwe! riep Cor. Verrast keek de man op. Hij begon verschrikkelijk te vloeken en hij smeet woest een leeg groenteblik naar de vrienden. Schiet op! schreeuwde die schor, of we maken gehakt van je! Eerst mijn geld terug, hield de visser aan. Ik waarschuw jullie voor de laatste keer! Als antwoord stuurde de bandieten plotseling op de kameleon af, maar Sietse week behendig uit en draaide in een grote boog om hen heen, om daarna met volle snelheid recht op de dieven af te stormen. ''Ik vaar ze ondersteboven,'' zei hij vastberaden. ''We jagen jullie naar de kelder,'' schreeuwde de visser opgewonden. Hij zag plotseling wat een macht ze hadden met zo'n snelle, sterke boot als de kameleon. De dieven, die de stevige boeg hoog uit het water op zich af zagen komen, begrepen dat ze het gevaar dat ze liepen niet moesten onderschatten. Door het roer gauw om te gooien, probeerden ze een aanvaring te voorkomen, maar Sietse liet het niet zover komen. Behendig zwenkte hij om de roeiboot heen. De grote golf die achter de chameleon aanrolde, spoelde over de rand van de roeiboot, zodat daar heel wat water naar binnen kwam. De buitenboordmotor verdween een moment helemaal onder water en hield ermee op. De kerels stonden te schelden en te tieren. De jongens trokken zich er niets van aan en weer deed Sietse een aanval. De sluwe stond met een roeispaan klaar om ermee te slaan, maar de kameleon bleef ver genoeg uit de buurt en joeg weer een grote golf in de roeiboot. Goed zo, jongens! lachte de visser. Nog een paar van zulke golven en ze zinken. Ze ondernamen nog drie aanvallen, waarbij de dieven bijna tot hun knieën in het water kwamen te zitten. En dat werd ze tenslotte te erg, en de sluwe gooide scheldend de portemonnee terug. De visser telde ogenblikkelijk zijn geld na, en toen het klopte, zei hij: Laat ze verder maar met rust, jongens. Uw motor is stuk en nu moeten ze het hele eind roeien. Daar hebben ze voorlopig genoeg aan. De vrienden brachten de visser terug naar zijn fuiken. Als jullie me nu nog naar mijn huis aan de overkant willen slepen, zei hij, dan krijgen jullie een portie fijne, gerookte paling van me. Dat was aan geen doovemans oor gezegd, en dus brachten ze de visser naar Jonkersveen, het dorp aan de overkant van het meer. En als beloning kregen ze vijf pond paling cadeau. Ja, als jullie me niet geholpen hadden, merkte de man op, was ik nu veertig gulden naar me geweest. De jongens waren natuurlijk erg blij met de beloning. Ja, thuis zouden ze er zeker van opkijken, want gerookte paling was geen alledaagse kost. En net toen ze startten voor de terugtocht, zagen ze de nieuwe auto van de dokter. Hij was in Jonkersveen op bezoek geweest. De dokter stak zijn hand naar hen op waarna de auto achter de dijk verdween, die hier het meer van de polter scheidde. Nu zullen we zien wie het eerst thuis is, zei Sietse. Hij liet de motor op volle toeren draaien. Ja, de auto moet het meer helemaal rondrijden en wij gaan meteen schuin over. Wie weet winnen we het nog. De motor doet het prima. Nou, toevallig werd de dokter onderweg even opgehouden door een boer, maar toen hij een poosje later bij de brug arriveerde, waar de chameleon juist onderdoor voer, kon hij zijn ogen niet geloven. Waren die jongens nu al terug? Of had hij nou zo lang met die boer staan praten? Hij keek de nu kalmvarende varende even na. en moest toen plotseling lachen bij de gedachte dat zo'n lompe boot het tegen zijn nieuwe auto zou kunnen opnemen. Ja, dat was natuurlijk uitgesloten. En in deze overtuiging reed de dokter rustig door naar huis. De jongens kwamen even later de keuken binnen. Moeder, we hebben iets lekkers voor u. En ze lieten haar de palingen zien. Maar jongens, wat heerlijk en wat veel! Moeder nam ze blij in ontvangst. We hadden er nog meer, moeder, maar we hebben Kor ook wat meegegeven, vertelde Hielke. Klinkhamer kwam nieuwsgierig kijken. Hoe komen jullie daar aan? Eerlijk verdiend, vader, riep Sietse. We hebben een vissersboot geduwd en geholpen om de vissers hun geld terug te krijgen. Zijn geld terug te krijgen? vroegen vader en moeder tegelijk. Ja, er waren dieven met een bootje en die hadden de visser bestolen. En toen hebben wij met de kameleon zulke hoge golven gemaakt dat ze bijna verdronken en van angst het geld teruggaven. hmm, <kacht> ghm, kuchte Klinkhamer. Het klinkt erg fantastisch, maar het zal wel waar zijn. En, hoe vaart de boot? Heel goed, vader, een echte raceboot, riepen de jongens opgetogen. Ja, dat zal wel, lachte Klinkhamer, raceboot. Nee, maar jullie beschikken vandaag over veel fantasie, dat moet ik zeggen. Zeg moeder, zijn die palingen wel echt? Nou en of, het vet druipt eraf. Lekker voor de boterham, knikte moeder. En even later zaten ze aan tafel. Nou, zo mogen jullie nog wel eens gaan varen, jongens, zei Klinkhamer terwijl hij zijn derde paling verorberde. Maar jullie moeten me geen leugentjes meer op een mouw spelden over een raceboot. Maak dat de kat maar wijs. Hoofdstuk 7. De verjaardag van meneer Siegertsma. Wanneer je vanaf het meer naar het dorp wandelt, kom je na de woningen van de Smit en de dokter gepasseerd te zijn bij een groot, somber huis. Voor een van de ramen naast de donkere voordeur hangt een kaart en daarop staat te lezen dat de bewoners niets aan de deur willen kopen. En toch kon de bewoner veel geven, heel veel zelfs, want hij was heel erg rijk. Alle landerijen rondom het dorp waren zijn eigendom. Meneer Sigur Sigertsma was de rijkste man van de gemeente, maar wie hem ontmoette zou dat niet zeggen. Altijd droeg hij een lange zwarte jas, die al vaak versteld was en die groen zag van ouderdom. Zomer of winter maakte voor Sigertsma geen verschil. De jas hing onafscheidelijk om zijn schouders. Die arme man, zeiden de mensen wel eens spottend, hij kan zeker geen nieuwe kopen. Sigurdsma had één zoon. Cheert ergerde zich eraan dat zijn vader zich zo arm hield. En op een dag, toen hij alleen thuis was, plakte hij honderden bankbiljetten tegen de ruiten. om daarmee aan de wereld te laten zien dat ze toch heus niet zo arm waren. En ooggetuigen verklaarden dat er minstens voor een bedrag van 200.000 gulden tegen de ramen was geplakt. En toen Sigurdsma thuis kwam, kreeg zoonlief er verschrikkelijk van langs. en na die tijd heeft men Cheert Nooit meer gezien. Alleen de brugwachter wist te vertellen dat de jongen s'morgens heel vroeg met een klein koffertje bij zich in de richting van de stad vertrokken was. Na dit voorval sloot Siggardsma zich nog meer van de wereld af en samen met een huishoudster leefde hij in grote afzondering in dat enorme huis. Zijn gierigheid werd intussen steeds erger. Swinters was hij bijvoorbeeld te zuinig om een kachel te stoken en liep daarom zelfs in huis steeds met die lange jas aan. Er waren mensen die beweerden dat hij hem ook s nachts in bed aanhield. Waarom maar zo gierig was begreep niemand. Hij was al rond de zeventig jaar en hij bezat meer geld dan hij kon opmaken. En toch bleef hij zo zuinig leven alsof hij een van de armsten van het dorp was. Ja. Het is een ziekte van hem, vonden de mensen op een gegeven moment. Hoe erg deze ziekte was, ervoer Klinkhamer op een woensdagmiddag. Hielke en Sietse hadden hout gehaald voor een boothuis dat ze wilden gaan bouwen. Aan weerskanten van het haventje plaatsten ze vier palen. Daarover legden ze dwarsbalken, waarmee ze het geraamte heel eenvoudig in elkaar hadden gezet. Ze spijkerden nu rondom planken, behalve aan de waterkant, want daar moest natuurlijk een doorgang blijven voor de boot. Aan één kant zaagden ze een deur en timmerde planken rondom het gat dat ze hadden uitgezaagd. Deze planken deden dienst als kozijn waar ze scharnieren op schroefden. En vol trots keken ze hoe precies de deur sloot toen vader hen riep: Jongens, werk aan de winkel, komen jullie? Ah, natuurlijk weer iemand met een lekker band, mopperde Sietse. Met zijn tweeën stapten ze de smederij binnen waar ze meneer Sigurdsma naast een oude fiets zagen staan. Lekker band! Vroeg Hielke, terwijl hij op het voorwiel wees waar de oude band slap omheen lag. Sigersma keek de jongens even minachtend aan. Moeten die qua jongens mijn fiets repareren? vroeg hij aan de smid. Oh, maar dat kunnen ze best hoor, meneer Sigersma, verzekerde Klinkkamer. Ze hebben het al heel vaak gedaan. Dan is het zeker ook goedkoper, zei Sigersma. Zulke jongens hoeven toch niets te verdienen, wel? We werken volgens vastgestelde prijzen, meneer, antwoordde Klinkhamer stroef. En uh, wat kost het plakken van zo'n band? wilde Sigersma weten. Veertig cent, zei Klinkhamer kortaf. Die gierigaard begon hem te vervelen. Kan het niet voor een kwartje? vroeg Sigersma. Er zijn nauwelijks materiaalkosten en zoals gezegd, die jongens hoeven toch geen loon te hebben? Maar ik. Begon Sietse. Stil, Sietse, wat moet je er niet mee? snauwde Klinkhamer. Hij keek Sigertsma met flikkerende ogen aan. Moet die fiets gerepareerd worden, ja of nee? Nou, vooruit dan maar, al is het afzetterij, zuchtte Sigertsma uiteindelijk. Hielke en Sietse pakten de fiets en hingen hem aan twee haken. Handig trokken ze de voorband los en haalden de binnenband tevoorschijn. Ze pompten de lucht in en dompelden hem in een teil met water. Die band is totaal poreus, verklaarde Sietse toen er in het water een massa bellen opstegen. Dat ding is niks meer waard. Klinkhamer bekeek de band ook eens en moest de jongens gelijk geven. Het was overal even lek. Het was zeker al een oudje, want er zaten minstens twintig plakkers op. U zult een uh, nieuwe moeten nemen, zei Klinkhamer tegen Sigurdsma. Deze is niet meer te repareren. En ook een nieuwe buitenband, vulde Hielke aan. Deze is zo afgesleten dat je er doorheen kunt kijken. Maar, sprak Sigurdsma onthust, wie, wie, wie zal dat allemaal betalen? te lieve Gerritje, lachte Sietse. Mond dicht, Sietse. Geen grapjes, verbood Klinkhamer. U kunt voor zeven en een halve gulden een nieuw stel van me krijgen, zei hij toen tegen Sigurdsma. Goedkoper heb ik ze niet. Misschien in de stad, op de markt, merkte Sigurdsma op. Of een paar gebruikte. Heeft u die ook? Het hoeft echt niet allemaal nieuw te zijn... Als ik maar weer kan rijden. <laughs> Voor een koopje, zei Sietse ondeugend. Voor een koopje, juist, jongen, herhaalde Sigurdsma. Klinkhamer, die altijd makkelijk wat kon missen, ergerde zich verschrikkelijk aan zoveel gierigheid. En zonder verder nog een woord te zeggen, draaide hij de kwaad de rug toe. Hij ging aan het vuur verder met smeden alsof er geen klant in de werkplaats was. Wat moet ik nu? vroeg Sigurdsma aan de tweeling. Ja, nieuwe kopen of niet, antwoordde Hielke met een grijns. Ja, ze hadden de grootste lol om het zure gezicht dat die rijke stinker trok. Of niet, zeg je? vroeg Sigurdsma met de stille hoop dat er nog een andere mogelijkheid was. Maar hoe dan? Zonder banden bijvoorbeeld, lachte Sietse. Het rammelt alleen een beetje. Daar gaf Sigurdsma geen antwoord op. Zwijgend staarde hij een poosje door het raam naar buiten, terwijl de jongens hem met stijgende verbazing aankeken. Ineens draaide hij zich met een ruk om. Leg er dan maar een nieuwe om, zei hij gebiedend. Vader, een stel nieuwe, riep Sietse. Het gezicht van Klinkhamer klaarde op en vlug haalde hij de banden. U heeft er echt geen miskoop aan, zei hij tegen Sigurdsma. Bekijkt u ze maar. Die onderzocht de banden aan alle kanten en toen er echt geen foutje aan te vinden was, gaf hij ze aan de jongens. Hilke en Sietse begonnen de banden meteen om het wiel te leggen. Meneer Sigertsma stond de jongens steeds op hun vingers te kijken, maar daar trokken ze zich niets van aan. Vlug en handig deden ze hun werk en pompten even later de banden op. Zo, meneer kom weer fietsen. Klinkhamer controleerde het resultaat en toen hij zag dat alles in orde was, zei hij Alsjeblieft meneer Sigertsma, uw fiets kan weer een jaartje mee. Het is wel een dure grap, antwoordde Sigertsma met een zuur gezicht. Toevallig ben ik vandaag jarig, anders had ik die banden niet genomen. Bent u jarig? Nou, wel gefeliciteerd. Hoe oud bent u geworden, als ik vragen mag? vroeg Klinkhamer belangstellend. 72, antwoordde Sigertsma. Dat is een hele leeftijd, hè? Hij streelde met trillende hand over het stuur van zijn fiets en herhaalde. Dat is een hele leeftijd. En meteen liet hij erop volgen. Deze band krijg ik zeker wel van u op mijn verjaardag, hè? Ja, lachte Klinkhamer. Dat zou. Uh... Mooi, dank u wel, antwoordde Sigetsma vlug. En hij verdween daarop verbluffend snel de smederij uit. Terwijl hij de smid en zijn jongen stom verbaasd achterliet. Wel heb ik ooit van mijn leven! Bulderde Klinkhamer. Wat een oplichter! Nog te gierig om de goedkoopste band te betalen, zo'n afzetter! Maar nu doe ik ook nooit meer iets voor hem, die, die, die vrek. Hielke en Sietse lieten hun vader maar uitrazen en ze gingen verder met hun boothuis. S'avonds aan tafel werd het hele voorval aan moeder verteld. Ja, die sigersma is me toch ook een rare, vond mevrouw Klinkhamer. En toch heb ik medelijden met hem, want hij is met recht. Een arme rijke. Hoofdstuk 8. Een spannende achtervolging. Gerben neemt een bad. Cor vangt een snoek. Het beloofde een mooie dag te worden. De ochtendnevel die laag over de velden hing trok snel op. Hilke en Sietse waren al vroeg op. Het kwetteren van de spreeuwen en het gekraai van de haan van de buurman klonk zo vrolijk dat de jongens zich haasten om naar buiten te komen. Zullen we met de, de boot de polder ingaan? stelde Hielke voor. Het is er nu op zijn mooist met al die vogels en dan gaan we in de oude vaart gaan we vissen. Ziet ze vond het een prima idee en nadat ze hun hengels en een paar boterhammen hadden gehaald, waren ze klaar om te vertrekken. Op dat moment kwam Kor aanrennen. Hij wilde natuurlijk graag mee. Nadat hij ook wat brood had gehaald, konden ze gaan. Hebben jullie nog een uh, hengel voor me? vroeg Kor. Ik heb alleen maar een snoer. De broers hadden geen hemel voor hem, maar Hilke wist er wel wat op. Hij bond het snoer van Kor achter de boot. Misschien vangen we er een snoek mee. Het snoer lijkt me er sterk genoeg voor, was zijn oordeel. Ze gingen op weg naar de polder. Aan de andere kant van het dorp lag de zogenaamde Hoge Brug. Ze voerden eronder door en zagen de oude vaart die midden door de polder liep voor hen liggen. Vroeger was deze vaart de enige verbinding met het meer, maar voor de steeds groter wordende schepen had men een nieuw kanaal moeten graven. Dit bespaarde ook veel tijd, want de oude vaart maakte veel bochten en kwam pas een heel stuk verder in het meer uit. De pramen van de boeren kwamen hier nog wel, maar verder was er geen scheepvaart meer. De vissen, die gewoonlijk niet op lawaai zijn gesteld, hadden er een goed verblijf en iedereen wist dat je daar heel wat kon vangen. Maar vissen was er verboden. Ja, dat wisten hielken en Sietse ook wel. Maar ach, over die paar visjes die zij vingen, zou de politie zich niet druk maken, dachten ze. En dus snorde de kameleon brutaal tussen de groene weilanden door. Wilde eenden vlogen kwakend uit de rietkragen op. En kiewieten scheerde rakelings over de boot en maakte wilde buitelingen boven het weiland. wat doen die vogels gek? vond Cor. Ze willen de aandacht trekken. Legde Hielke hem uit, om je op die manier steeds verder van hun nest vandaan te lokken. Daar heb je gerben, wees Sietse. Ze. ze naderde een praam waarin gerben mest vervoerde. Hij zag de jongens ook en hij ging bovenop de loopplank staan die over de praam lag om dat kameleon eens goed te bekijken. Is dat nu de mooiste boot van het dorp? vroeg hij spottend. En toen hij de naam las, riep hij uit: Kamelen, jong! Wat idioot! Die boot is toch geen kameel en jullie kunnen het nog niet eens goed schrijven! Wat een domkoppen! En hij sloeg zich lachend op de knieën. De loopplank waarop Gerben stond stak gedeeltelijk buiten boord. Ja, ziet ze lette wel op Gerben, maar niet op de plank, en dus voer de kameleon precies tegen het uiteinde van de plank die met een ruk opzij werd geduwd. En door de onverwachte schok verloor Gerben zijn evenwicht. Hij zwaaide nog wild met zijn armen door de lucht, maar viel toen lang uit achterover in de mest. En de jongens lagen dubbel van het lachen. Gerben brulde als een leeuw. Hij uitte de vreselijkste dreigementen, maar Sietse wachtte niet af of hij ze ook ten uitvoer zou brengen en gaf vol gas. In een oogwenk hadden ze de praam een eind achter zich gelaten. Gerben klauterde als schreeuwend op de wal, waar hij nog met zijn vuisten stond te schudden. En ze zagen tot hun verbazing dat hij met zijn kleren aan in het water sprong om die smurrie van zich af te wassen. Wat zal die stinken zeggen? zei Cor. De kameleon voer intussen rustig verder langs de hoge rietkragen. En bij een weiland, waar het riet gedeeltelijk was weggemaaid, legde Sietse aan. Hier gingen ze vissen. Het duurde niet lang voor Cor, die alleen toe kon kijken omdat hij geen hengel had, de eerste baars van Hielke kreeg en hem in de emmer kon gooien. Ze vingen er in één uur veertien, en toen was het plotseling afgelopen met de vangst. De dobbers bleven roerloos op het water liggen. Kor ging in het gras liggen en viel al gauw in slaap. Een paar kalveren kwamen nieuwsgierig naar hem toe. Intussen rolde Hielke en Sietse hun snoeren op. Het lukte toch niet meer. Hey, kijk daar eens, fluisterde hielke, terwijl hij naar Kor wees. Een kalf kwam voorzichtig met zijn zwarte snuit bij Cor's hoofd en gaf hem onverwachts een lik over zijn neus. Uh, Wel de tante, mompelde Cor. Hilke en Sietse barsten in lachen uit. Huh, wat is er? schrok Cor wakker. Je zei: Tante tegen een kalf, hikte Sietse. De krijgt zeker elke avond een nachtzoen van der. Cor kreeg een kleur. Om zijn verlegenheid te verbergen, joeg hij de kalveren weg, die wild met hun poten in de lucht schopten en over het veld galoppeerden. De opgejaagde kalveren trokken de aandacht van twee Rijkspolitiemannen, die daar ook met een motorboot rondvoeren op zoek naar vissers. En terwijl onze vrienden nog lachend naar de gekke sprongen van de kalveren stonden te kijken, naderde de politieboot snel het weiland. Plotseling zei Hielke: Stil. Komt de motorboot aan. En nu hoorden de anderen het ook. Sietse sprong direct in de boot om langs de rietkragen te kunnen kijken. En wat hij toen zag.